Nog een week en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kan iedereen naar de stembus om te laten weten welke partijen het de komende 4 jaar voor het zeggen moeten hebben in Leiden. Met de redactie van Sleutelstad hebben we de afgelopen weken gekeken wat er de afgelopen 4 jaar gebeurd is. Wat werd er 4 jaar geleden beloofd? Wat zijn de successen? En misschien nog wel belangrijker, zijn de beloftes ook waargemaakt? Tot aanstaande zondag heb ik elke avond een andere lijsttrekker aan tafel met wie ik terugblik op die afgelopen 4 jaar met maar één doel. Het helpen bij het uitbrengen van een goede stem aankomende maandag tot en met woensdag. Vandaag bij mij aan tafel Julius Terpstra, de lijsttrekker van het CDA. Helemaal nieuw in de Leidse politiek is hij zeker niet. Hij kwam in 2019, zat hij even in de gemeenteraad, was hij politiek actief in Leiden. En toen vertrok hij naar Den Haag om daar in de Tweede Kamer voor het CDA actief te worden. Nu is hij terug als lijsttrekker van de partij, het CDA, waar ook nog eens veel nieuwe gezichten op staan op die lijst. En daar gaan we het over hebben. Julius Terpstra, welkom. Goedenavond. Dank je wel. Ja, ik begin eigenlijk elk gesprek op dezelfde manier. Welke successen heeft u de afgelopen 4 jaar bereikt? Wat is het belangrijkste succes van het CDA in Leiden? Zoals je terecht hebt aangegeven, ik heb de afgelopen jaren zelf niet in de gemeenteraad gezeten, maar we hadden natuurlijk wel een fractie. Waar wij denk ik heel trots op zijn, is dat wij toch vanuit een oppositierol hebben kunnen bijdragen aan de stad Leiden. En dan heel concreet denk ik aan een aantal punten. We hebben bijvoorbeeld bij de afgelopen begroting geld vrij weten te maken voor sportaccommodaties. Sport is een belangrijk thema, vinden wij het verenigingsleven is een belangrijk thema. We vinden dat de accommodaties er niet al te best bij liggen in Leiden. Dus daar hebben we toch de handen voor op elkaar weten te krijgen. Nou, dat is zo'n succes. Mm-hmm. Een ander succes is het eenzaamheidsbeleid. Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de aanpak van eenzaamheid. Er zijn programma's voor gekomen. Buurtcoaches en de wijken is daar aandacht voor. We hebben als CDA met een initiatiefvoorstel daar aandacht voor gevraagd. Dat is ook aangenomen door de Raad. Ja, dat zijn van die thema's, sport, eenzaamheid. Ja, waar je zich ook op kunt profileren. Ja, dat past ook bij ons als CDA. Ja. En dat ondanks dat we niet in het college hebben gezeten, dat we dat toch hebben weten te bereiken, dat is mooi. Ja. Daar hoort natuurlijk ook de vraag bij, wat heeft u laten liggen? Wat is er niet gelukt de afgelopen 4 jaar? Nou, een thema waar wij de afgelopen 4 jaar aandacht voor hebben gevraagd is toch de financiële gezondheid van de gemeente. Ja, niet voor het eerst dat het voorbij komt in deze serie. Nee, maar dat is toch wel toch een belangrijk punt. Het is misschien niet het meest sexy punt, hè? Mm-hmm. Het spreekt niet altijd tot de verbeelding. Maar er is gewoon ontzettend veel geleend, er is veel geld uitgetrokken. Soms met legitieme redenen, maar het gevolg is wel, en dat is wel een politieke keuze, dat Leiden veel schuld kent. En daar hebben wij keer op keer aandacht voor gevraagd. Dat is, vinden wij, een niet de al te beste situatie. En daar hebben we toch onvoldoende vinger achter de deur kunnen krijgen. En dus heb je een idee waarom dat niet gelukt is? Want ik vraag dat, dit thema is meerdere keren al ter sprake gekomen. Er zijn partijen geweest die daar in meerderheid wel voor gestemd hebben. Wijt u dat ook aan zichzelf, dat dat niet gelukt is, dat we daar nu zo voor staan? Of aan uw partij, moet ik dan ook zeggen. Nee, dat vind ik niet. Omdat dit nou een van die thema's is. Onze fractievoorzitter de afgelopen 4 jaar, Joost Blailly, heeft hier wel echt keer op keer aandacht voor gevraagd. En ook keer op keer met de wethouder Financiën, Paul Derksen, met de collegedragende partijen, hier keer op keer voor gewaarschuwd. Dus dit is niet, tuurlijk, je probeert altijd verbeteringen aan te brengen. En dat heeft de CDA-fractie ook geprobeerd. Het is niet gelukt, maar ik vind niet dat hier primair wij dan verantwoordelijk voor zijn. Omdat wij echt hier wel ons vinger hebben opgestoken van jongens, kijk uit. Ja. We lenen ontzettend veel geld en dat betekent dat toekomstige generaties dat een keer zullen moeten gaan terugbetalen. Ja. Voordat we naar de inhoud gaan, naar de afgelopen 4 jaar. Op uw lijst op dit moment staan geen raadsleden die de afgelopen 4 jaar actief waren, die doorgaan. Uw fractievoorzitter Joost Blailly, ook vanwege persoonlijke omstandigheden, heeft een stapje terug gedaan. Maar ook andere raadsleden, die gaan niet door. Maakt dat het lastig voor u nu? Dat er eigenlijk weinig raadsleden doorgaan, geen raadsleden doorgaan? Ja en nee. Kijk, alle drie de raadsleden vertrekken om uiteenlopende redenen. En allemaal begrijpelijke en goede redenen. Aan de ene kant, maar ze blijven enorm betrokken bij het CDA. Dus ik merk in deze campagne, want dat is je vraag, maakt dat het lastig. In die zin van, ja, we gaan straks met een nieuwe fractie aan de slag. Mm-hmm. Met nieuwe mensen. Levert ook weer nieuwe inzichten op. Dus ik vind het ook wel weer uitdagend en verfrissend.
Aan de andere kant ga je know-how missen. Maar ik merk nu in deze campagne dat die raadsleden die zijn volop betrokken. Dus ik kan ze altijd bellen, vragen. En dat doen ze ook volop. Ze zijn erbij betrokken. Had ik het liever anders gezien, misschien in de ultieme situatie. Hè? Maar soms lopen dingen. Joost hadden we al aangewezen als lijsttrekker. Ja. En toch, vanwege persoonlijke omstandigheden, kon dat niet. Nou ja, daar heb je daar dan mee te dealen. Ja. En gelukkig hebben we dan een gezonde afdeling met heel veel enthousiaste mensen. Bent u teruggekomen naar Leiden? En ben ik teruggekomen naar Leiden, ja. Nou, laten we dan eens kijken hoe het er 4 jaar geleden voor stond. Die know-how die kunnen we ook nu een beetje bijbrengen. Want 4 jaar geleden was de campagne heel duidelijk. Het was heel duidelijk waar het CDA voor stond. Even luisteren naar Joost Bleij. Het moet inmiddels maar eens afgelopen zijn met die ontiegelijke drang om maar 10.000 woningen te willen bouwen in deze stad. Dat gaat niet gebeuren, tenzij het ten koste gaat van een wijkparkje zoals we hier staan. Maar dat is Leiden toch verplicht? Ja, maar we maken die afspraken. Maar we kunnen ook terug naar de provincie en zeggen, luister, Leiden is de één na dichtstbevolkte stad van Nederland. Willen wij deze stad niet helemaal volplempen met allemaal stenen, dan moeten wij van die afspraak af. En dan moeten we het met de Leidse regio en wellicht nog verder gaan oplossen. In Leiden kan dat niet, tenzij het ten koste gaat van openbaar groen, van sportvelden en andere faciliteiten. Of als partijen lef hebben en zeggen, we moeten 10.000 woningen bouwen. Dat kan alleen maar op plekken zoals bijvoorbeeld het bebouwen van de Oostpolder of park Kronenstein. Want daar kun je volume maken. Maar daar is het CDA het in ieder geval niet mee eens. Dat moeten we vooral groen houden. En daarom moeten we af van die opgave van 10.000 woningen. Ja, we moeten af van de opgave van 10.000 woningen. 4 jaar geleden was dat, uw voorganger Joost Bleij. Inmiddels, 4 jaar later, staat het hoogste gebouw van Leiden op de planning. Met bijna 600 woningen. Lied langs de Willem de Zwijgerlaan. Is dat slecht, dat gebouw er komt? Ja, wij waren daar geen... wij waren en wij zijn daar nog steeds geen voorstander van. Nee, dat klopt. U bent iets wel gematigder en dat weet ik ook, dat u er ook wel op voor ja, bent. Ik ben daar iets gematigd van. Ik ben Tweede Kamerlid geweest en er is natuurlijk ook de afgelopen 4 jaar wel wat gebeurd. Hè. De woningnood heeft extreme vormen aangenomen. Als je ziet hoe lang mensen op een wachtlijst moeten staan, jongeren voor sociale huurwoning. Als je ziet wat er gebeurt met de koopprijzen, met de koopwoningen. Gaat sky high. Dus dat betekent dat we wel een enorme opgave hebben. En daar kunnen we als Leiden niet van zeggen, nou, daar duiken wij even. En wij gaan niet bouwen of wij lopen voor onze verantwoordelijkheid weg. Dat gezegd hebbende staat het punt wat Joost hier 4 jaar geleden maakt nog wel overeind. Dat Leiden ontzettend versteend is. Dat we weinig groen kennen in de stad. En dat steeds meer mensen naar de stad halen ons ook voor gigantische opgaven stelt. Mensen moeten recreëren, werken, ook kunnen genieten van het groen. Dus dat blijft ontzettend... dat blijft een uitdaging. Dat is precies waarvan Joost Bleij 4 jaar geleden zei. We moeten dus niet naar die enorme opgave kijken, maar we moeten kijken wat is er haalbaar in Leiden. Ja. Nou, daar ben ik het wel met hem eens. Hè. Kijk, en als je dan specifiek hebt over zo'n project als Lied, dat vinden wij niet passend. A, niet passend bij een stad als Leiden met 115 meter. En het helpt ook niet echt bij het oplossen van de woningnood. Zeker niet als het gaat om betaalbare woningen. Want hoe hoger je gaat, hoe duurder het wordt. Dus het is een mooi prestigeproject, maar de wijk is kwaad. De omliggende bewoners zijn niet blij. En het is maar zeer de vraag of het echt daadwerkelijk bijdraagt aan betaalbare woningbouw. Dus daarvan zeggen wij, ga nou op zoek naar bouwen, maar niet stouwen. Ja, dus, want waar had u die 580 woningen dan wel in Leiden willen bouwen, die nu in dat project komen? Nou kijk, ik maak bijvoorbeeld ten opzichte van 4 jaar geleden wel een wijziging. Wij zijn niet tegen hoogbouw, maar wij zijn wel tegen megalomane hoogbouw. En waar zit de grens voor u? Wij leggen die grens bij 70 meter. Ja. En dat blijkt ook dat uit tal van studies vanuit de TU Delft en zo, dan heb je een hele gezonde mix tussen betaalbare woningbouw en zorgen dat die aantallen ook gehaald worden. Dus daarmee zeggen wij ook, daarmee kunnen we ook voldoen aan de eis van de provincie bijvoorbeeld om tot 2030 10.000 woningen te gaan bouwen. Dus dat wilt u nu wel? Daarvan zeggen wij, zeker gezien de ontwikkeling van de afgelopen jaren, wij moeten zeker gaan bouwen. Maar ga wel gevarieerd bouwen. En dat is nog wel, hè, dus bouwen maar niet stouwen. Dus gooi het niet allemaal vol. Denk na over concepten met voldoende groen. Denk na over concepten waar ook gezinnen terecht kunnen. Zorg dat het ook, dus dat je niet alleen maar terechtkomt, want dat vind ik echt een gemiste kans, bijvoorbeeld in de Lammenschans driehoek, waar je 1400 appartementen à 60 vierkante meter gaat bouwen. Dat vind ik eentonig. En maar dat het is wel de manier om bij die 10.000 te komen, want dat is waar. Dat is dus kwantiteit stellen boven kwaliteit. En dat zou ik echt een gemiste kans vinden. Maar u zegt tegelijkertijd ook, we moeten naar die 10.000 toe. Dus dat is kwantiteit. Dat is kwaliteit. Maar ik ben ervan overtuigd dat je die 10.000 woningen
ook kan halen, dat weet ik vanuit mijn ervaring vanuit de Kamer en ook de innovatie en ontwikkeling bij bouwers staat niet stil. Je kan naar verschillende concepten met veel groen, natuur inclusief bouwen, dat je en die 10.000 woningen kan halen en zorgen dat je gevarieerde bouwt, ook voor gezinnen, ook voor senioren. En dat ik vind dat de focus in Leiden te veel zit op zo snel mogelijk, zoveel mogelijk proppen. En daar zijn we nog steeds geen voorstander van. Als het aan de huidige coalitie ligt, dan zijn we in 2030 niet op de 10.000, maar op de ruim 12.000 woningen. Ja. Is dat een goed idee? Nou, ik krijg daar wel, en dat is inderdaad 2030. En dan vervolgens krijg je ook een doorkijkje naar 2040. Ja, en dan krijg ik wel het gevoel van een wedstrijdje verplassen soms. Van, ik kan nog meer woningen of ik kan nog meer. Dan wordt het bijna tegen elkaar optoepen. Ja. Ja, daar doen wij als CDA niet aan mee. Mm-hmm. We erkennen gewoon dat Leiden een volle, drukke stad is. Mm-hmm. Waar je ook woningnood is. Mm-hmm. Dus daar moeten we aan werken. Maar we gaan niet overtoepen om het overtoepen. Mm-hmm. Om van, kijk eens hoeveel wij gaan bouwen. Het moet wel passend bij de stad. En er moet genoeg adem blijven om te kunnen leven, werken en recreëren. In 2018 schreef u ook in het verkiezingsprogramma, er zou winkelgebied in de binnenstad kunnen worden getransformeerd naar woningen. Is dat nog steeds aan de orde of is het echt, gaat het alleen om nieuwbouw nu? Nee, het is, ik denk dat het en-en is. Hè? Dus je moet sowieso kijken naar nieuwbouw. Waar kun je nieuwbouw? Nou, Lammerschans Driehoek is zo'n gebied waar we gaan bouwen. Maar tegelijkertijd, bijvoorbeeld staat in ons verkiezingsprogramma nu ook, wonen boven winkels. Daar zou je nog veel meer gebruik van moeten kunnen maken. Maar goed, dat is boven winkels. Maar zou u ook echt winkelruimte van ondernemers willen inperken om daar te kunnen wonen? Dus de kleinere binnenstad? Nee, nou je ziet dat het al gebeurd is. Hè? De Haarlemstraat is zo'n voorbeeld waar ik vind dat moet een natuurlijk verloop kennen. Ik vind niet dat wij als CDA actief ondernemers moeten ontmoedigen. Daarbij komt ook dat juist die bruisende binnenstad een affiche is voor Leiden. Ja. Dus daar zijn wij geen voorstander van. Maar je ziet wel dat er ook in die binnenstad best wel kansen liggen om bijvoorbeeld het wonen boven winkels mogelijk te maken. Ja. Laten we het hebben over parkeren in de stad, of überhaupt over het verkeer in de binnenstad. Dus meer dan de binnenstad, hè? Ja, we laten het beginnen over de binnenstad. Er is op dit moment sprake van een proef met de autoluwe binnenstad, minder auto's naar het centrum. Uw partij diende daar een motie voor in. Laten we nou op al die parkeerplekken die vrijkomen niks anders doen, maar dat vergroenen. Laten we dus elke parkeerplek die vrijkomt vergroenen. Dat kreeg geen meerderheid overigens. En dat zette me aan het denken, want u zegt aan de ene kant, we moeten op zoek naar, hè, als we veel woningen willen bouwen, moeten we op zoek naar slimme oplossingen voor parkeren. Want ja, willen we al die auto's wel in de straat? En als het over parkeren gaat, zegt u, we willen zoveel mogelijk ruimte voor parkeren, want we moeten ook in de binnenstad, moet goed bereikbaar blijven. Hebben we ook naar gehandeld. Hè? Dus bijvoorbeeld als het gaat om die motie waar u op doelt, daar gaat wel iets aan vooraf. Het CDA is een van de initiatiefnemers van de nu zo geliefde twee ondergrondse parkeergarages in de stad. Dus wij hebben ook ervoor gezorgd dat er een alternatief is. Mm-hmm. Namelijk, je kunt de auto's kun je onder de grond parkeren. Dus Leiden, daar kun je met de auto naartoe. Als je slecht ter been bent of ouder of wat dan ook. Dus wij vinden heel belangrijk dat de stad ook toegankelijk blijft met de auto. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, in het verlengde van de discussie die we net hadden, zien we dat Leiden ook versteend is en vol. Ja. En als er een alternatief is, mooi. Mind you, hè, partijen als GroenLinks en zo waren tegen de komst van die parkeergarages. Mm-hmm. Staan nu te kloppen en te applaudisseren. Ja, dat is nog een verder terugblik inderdaad. Nou ja, maar nu, u bent nu, dus nu ook. Zeggen we, nu kan het. Nu kunnen die parkeerplaatsen in de stad dan verdwijnen. Want je kan parkeren in de parkeergarage. Nou, laten we daar dan groen toevoegen. Ja. Want dat is waar mensen behoefte aan hebben. En daarbij zeggen wij natuurlijk wel, dat is vanzelfsprekend, dat dat ook in overleg moet met omwonenden, bewoners, ondernemers. Maar bent u dan enthousiast over die autoluwe binnenstad die er nu komt? De auto's weg uit het centrum? Ja, omdat de juiste randvoorwaarden daarvoor geschapen zijn. Ja. Dus als die parkeergarages er niet waren, ja, dan, kijk, een binnenstad, daar wordt ook gewoond en gewerkt. Mm-hmm. Dan moet je daar ook naartoe kunnen komen. Dus nogmaals, wij zijn daarvoor een autoluwe binnenstad, door die parkeergarages. Ja, dus waar we de voorwaarden geschapen en nu kan dat inderdaad die proef verder. Waar wij wel heel erg voor zouden willen pleiten is om ook naar de verkeersveiligheid, een iets bredere verhaal, en naar die parkeerplaatsen in de buitenwijken. Daar is, want daar wilde ik inderdaad ook met u naartoe, hè, naar die buitenwijken. Want daarvan zegt u, ja, er is betaald parkeren ingevoerd buiten de stad. Ja, dat is, zeg ik in mijn eigen woorden, een melkkoe geworden van de stad. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, ja, de inkomsten uit dat parkeren,
dat is een mooie manier om ook die vergroening bijvoorbeeld in de stad of die andere opgaves om die te bereiken. Waarom zegt u dan, ja, parkeren mag niks kosten eigenlijk rond de binnenstad? Nou ja, kijk, het is niet alleen maar meer de binnenstad en rond de binnenstad. Hè. Het is ondertussen... Bijna heel Leiden. Het is bijna ondertussen heel Leiden. En daar kun je denk ik in mijn ogen wel vraagtekens bij zetten. Waarom je bijvoorbeeld in heel Zuidwest betaald parkeren zou moeten invoeren. Ik zie daar het probleem niet zo van. Dan wordt er gezegd, ja, je krijgt een waterbed effect. Maar ik geloof nooit dat mensen in de Bachtstraat gaan parkeren als ze in het centrum moeten zijn. Nee, maar mensen parkeren natuurlijk elke keer een straat verder. En u zegt, we willen een autoluwe binnenstad. Dat betekent automatisch dat er ook daarbuiten de druk vergroot wordt. Dat ben ik niet met u eens. Ik denk, ja, wij willen een autoluwe binnenstad door die parkeergarages. Dan kan het. En als het gaat om de buitenwijken, krijgen wij heel veel terug van buurtbewoners die zeggen, ja, luister eens, de parkeervergunning wordt veel duurder gemaakt door dit college. Wij hebben een oppas nodig voor onze kinderen. Als oma komt oppassen, dan moet ze betalen. Ja, wij vinden dat geen goede zaak. En wij kiezen daar bewust niet voor om dat te doen. En dat is toch gebeurd. Ja. In de aanloop naar de vorige verkiezingen voerde u actie voor de komst van de Humanities Campus in Leiden. U zei, het is goed dat de universiteit kan uitbreiden. Ook als dat ten koste gaat van 58 sociale huurwoningen, waarvan mensen dan hun huis moeten verlaten. Nou, daar was fel protest tegen. Laten we eventjes luisteren naar uw partijgenoot Monique van Sandijk, wat hij daar in 2017, een jaar voor de vorige verkiezingen, over zei. Nu de sleutels niet meer mee zou werken, moet de gemeente, het college zich gaan herbezinnen op wat hun rol zal zijn in dit hele proces. En dat zal toch een hele stevige rol zijn. De gemeente heeft sterke schouders en die zullen zich vol achter de universiteit moeten zetten. Dit is een belangrijk project voor de stad. Gaat ongelooflijk veel miljoenen geïnvesteerd worden. Daarnaast is het belangrijk dat de kern en het hart van de universiteit in Leiden blijft en tot volle bloei kan komen. Dat moet gerealiseerd gaan worden. Dat moet gerealiseerd gaan worden. Ja. Nou ja, ik sta er nog steeds eigenlijk voor de volle 100% achter. De universiteit is natuurlijk van levensbelang voor Leiden. Het onderscheidt ons van de andere Hollandse steden. Mm-hmm. De studenten en de universiteit maken ook grotendeels Leiden. Zorgt voor ontzettend veel werkgelegenheid voor leven in de Brouwerij. En de Humanities Campus maakt daar onderdeel van uit. Wat wel zo is, is dat we ondertussen, we zijn 5 jaar verder. Ja. En het gaat niet meer, het oorspronkelijke plan gaat gewoon niet meer door. Het gaat niet meer door. Dat heeft ook een reden. En dat is namelijk dat de groep van 58 huurders enorm in opstand is gekomen. Er echt druk is uitgeoefend op de gemeente, op de universiteit, om dit plan niet door te laten gaan. Ja. Er is een draagvlakmeter geweest, die huurders stonden daar niet achter. Heeft ze zich dan niet in de luren laten leggen door een universiteit die zegt, het is belangrijk dat wij in de stad kunnen groeien en anders gaan we weg? Ik zie dat de microfoon moet even retten. Geen probleem. Hij mag nog iets hoger dan... Nou ja, ik denk niet dat we ons in de luren hebben laten leggen als CDA zijnde of als stadsbestuur zijnde. Het is nu aan de universiteit om te gaan bepalen in welke vorm de Humanities Campus er alsnog kan komen. Maar het oude plan kan geen doorgang vinden. Daar is nu een punt achter gezet. Betreur ik dat? Ja. Waren er voldoende alternatieven voor de bewoners? Ik denk het wel. Toch is die keuze niet gemaakt. Nou, dan dien ik dat te respecteren. Dat doen we dat ook. Maar zoals mijn voorganger Monique van Zandijk hier terecht zegt, mensen, en dat zou mijn punt hier willen zijn, kijk uit dat de rol van de universiteit ontzettend belangrijk is. Mm-hmm. En we moeten hen in onze ogen niet te vaak tegen de schenen trappen. Want de universiteit kijkt naar een gemeente als Den Haag. En de gemeente Den Haag wrijft al in de handen. Die zeggen, in Leiden doen ze moeilijk. Nou, hier hebben we ruimte, kom maar op. Nou ja, je ziet dat een aantal faculteiten of onderdelen van de faculteiten al vertrokken zijn reeds naar Den Haag. Mm-hmm. Ik wil niet aan bangmakerij doen, zeg ik tegelijk bij. Maar ik vind wel dat we de juiste randvoorwaarden moeten scheppen en zorgen dat als gemeente de universiteit zo goed mogelijk faciliteren. En daar hoort ook de uitbreiding van de universiteit bij. Nou ging het in dit geval natuurlijk over de vraag, willen we een grote universiteit in de stad of willen we ruimte voor wonen? Want u kunt zeggen, er waren voldoende alternatieven voor de mensen deze 58 woningen. Maar die alternatieven kunnen nu naar andere mensen. Dus eigenlijk wat er per saldo op dit moment gebeurt, we voegen meer betaalbare sociale huur toe aan de stad. Voor mensen die dat
niet, hè, voor de grond die we niet aan de universiteit hoeven geven. Dit gaat precies over waar we het in het begin ook over hadden. Nou, ik vind het een beetje een valse tegenstelling door te zeggen van ja, deze woningen kunnen nu naar andere mensen. Dat is waar, maar tegelijkertijd zijn deze aantallen natuurlijk opgenomen in de ramingen. Dus dat gaan we extra compenseren wat mij betreft. Dus u zegt eigenlijk, we gaan niet meer 58 meer woningen uitkijken bouwen, maar we gaan alsnog die grond ergens aan de universiteit geven in de stad. Nou, we moeten kijken, volgens mij ligt de bal nu bij de universiteit. Daar zou ik hem ook eerst eens even willen laten. Ik ben benieuwd waar ze mee komen, hoe ze wat voor alternatief ze nu zien. Ik hoop dat we daar wel actief aan meedenken als gemeente om hen te helpen. Dus daar zou ik enorm voor zijn. Maar ik vind, kijk, het is niet zo. Woningbouw is belangrijk, er is woningnood, we moeten gaan bouwen. Maar dat betekent niet dat we dan vervolgens alle andere onderwerpen daar maar secundair aan maken wat mij betreft. Ja. Zo zit ik niet in de wedstrijd. Dus als de universiteit nu met een plan zou komen ergens in de stad, en dat gaat vast weer gebeuren, mm-hmm. waarbij aantallen woningen weggaan, een zestigtal, voor een uitbreiding van de universiteit. Nou, dat zou mijn kader zijn als gemeenteraadslid, zou ik zeggen, nou college, prima, het belang van de universiteit is groot. Laten we dat beoordelen op tal van criteria. Maar één daarvan is dat in ieder geval die weg te strepen woningen gecompenseerd worden elders in de stad. Doen we ook bij bedrijventerreinen, mm-hmm. doen we bij sport. Dat zou voor het CDA nu ook een voorwaarde zijn. Ja, en dan moet dat weer op een plek. Dus dan breidt de universiteit uit en dan moet er elders in de stad bijvoorbeeld groen verloren gaan of andere bedrijventerreinen. Dus ergens zal die ruimte gevonden moeten worden. Nou ja, en dat is natuurlijk, en daar snijdt u denk ik wel een terecht punt aan. We kunnen niet alles in deze stad. En dat, dus daarom vraag ik u dit. U wilde de universiteit laten uitbreiden? Ja, zeker. Nou, maar ik vind wel dat je betekent dat als je niet alles kan, dat je creatief moet worden. Ja. En volgens mij zijn er heel veel mogelijkheden tot het combineren van functies. Maar was dit plan dan creatief genoeg wat u betreft? Wat de universiteit had, we slopen een huizenblok en bouwen daar een universiteitsgebouw? Ja, dat kan ik onvoldoende beoordelen nu. Ik weet wel dat het punt, want ik heb, daar zeg ik gewoon heel eerlijk, ik heb dat plan niet concreet de afgelopen 4 jaar onder ogen gehad. Dus zo eerlijk ben ik dan ook. Maar wat ik wel in algemene zin wil zeggen, is kijk uit dat we niet de universiteit het lastig gaan maken. En weet wel, de universiteit levert ook werkgelegenheid. Als je kijkt wat er gebeurt in het Bioscience Park. Ja. Zorg dus ook dat wij een aantrekkelijke stad blijven, economisch vitaal. Dus dat levert ook ontzettend veel op. Ja. Dat dit leeft, dat blijkt ook uit mijn gast die hier gisteren zat, Martine van Schaik. Die wilde u namelijk een vraag stellen en die ligt in het verlengde hiervan. In de afgelopen jaren hebben we ook heel vaak tegenover elkaar gestaan. En een van die punten waar we tegenover elkaar stonden, dat was de Humanities Campus. En kijk, Partij voor de Dieren was fel tegen. Mm-hmm. Wij staan achter de bewoners die hun huis dreigen te verliezen. CDA stond achter de gemeente en de universiteit. Die zeiden van ja, die bewoners mogen best weg. Hè? Die krijgen een nieuwe plek en we gaan hier iets heel moois neerzetten. Mm-hmm. En mijn vraag aan jullie zou zijn, hoe kijk je daarop terug? Als je, hij heeft een nieuwe plek, hè, is de nieuwe lijsttrekker, mogelijk nieuwe fractievoorzitter. Zou hij dezelfde koers hebben gevaren? En hoe gaat hij dat in de komende 4 jaar anders doen? Ja. Nou, het grootste deel van de vraag is al beantwoord. Laat ik hem interpreteren als, hoeveel ruimte wilt u de universiteit de komende 4 jaar geven om in de stad te groeien? Is er nog ruimte? Ja, dat denk ik wel. Als je alleen al kijkt naar bijvoorbeeld het Bioscience Park, hè, denk ik dat dat van levensbelang is voor een stad als Leiden. Dat wij de universiteit hier ruimte geven. En dat betekent niet dat we bij elk plan van de universiteit zeggen, nou, prima, gaan we doen. Maar ik vind wel dat er een positieve mindset moet zijn. Om het belang van de universiteit te onderstrepen. En wat zou u ervoor willen laten om deze universiteit hier te bouwen? Welke grond zou u niet groen willen maken of sport? Of waar kan het een onsje minder? Nou, kijk, ik vind, dat kom ik weer terug op mijn punt, dat je dan vervolgens moet kijken van hoe kun je creatief te werk gaan. Als wij bijvoorbeeld als de universiteit wil uitbreiden met faculteiten en dergelijke, dan kunnen we ook wat aan hen vragen. Ze hebben ook grond in bezit, ook in Leiden. Van of we daar bijvoorbeeld gecombineerde functies van wonen kunnen maken. Dat vind ik. Dan ben je positief aan het bijdragen. En het is in mijn optiek niet, het is of het een of het ander, maar je moet kijken of het en kan. Ja. Ja. Morgen dan zit bij mij de PvdA aan tafel, Abdelkir Moumi. Wat zou u van hem willen weten? Nou kijk, de Partij van de Arbeid en het CDA delen op een aantal zaken ook punten. Hè. We zijn beide voor ouderenhofjes, gecombineerde woonvormen voor ouderen met bijvoorbeeld een deeltuin. Dus daar vinden we elkaar. Tegelijkertijd heeft de Partij van de Arbeid in het verkiezingsprogramma ook staan dat ze 40% sociale huur willen bij de nieuwbouw.
Ik ben dan zelf bang voor Amsterdamse praktijken, waar je dus ongeveer de helft van de woningvoorraad is sociaal. Dat betekent dat de andere helft bijna onbetaalbaar wordt. Voor het CDA zijn gezinnen belangrijk. Mm-hmm. Mijn vraag aan Abdelhak van de Partij van de Arbeid zou zijn, Abdelhak Djemoumi, van is het niet veel beter om naar een veel gemengdere vorm te kijken? Hè? Dus 20% of 25% sociaal, veel meer middenhuur, middenkoop en beperkt duur. Zodat je een veel gezondere mix van woningbouw krijgt. Is dat niet beter dan alleen maar te fixeren op die sociale huur? Dat ga ik hem voorleggen. Mogelijk zit u er over 4 jaar weer. Hebt u het plan om 4 jaar in Leiden te blijven? Is dat uw voornemen? Ja, dat is mijn voornemen. Dat heeft ook mee te maken. Een half jaar geleden ben ik voor het eerst vader geworden. En ik vind het is een prachtige stad. Ik ben hier in 2009 gekomen in Leiden. Ik heb hier volop genoten van mijn studententijd. Ik woon hier nu met veel plezier. En ik gun mijn dochter en mijn vrouw dat ook. Mm-hmm. En we hebben het zeer naar ons zin. Dus ik ben voornemens om Leiden niet snel te verlaten. Nee, want u staat ook nog steeds op de Tweede Kamer. Op de lijst van de Tweede Kamer. Ja. En daar zijn er nog 2 plekjes tussen u en de opvolger, als ik het goed zeg, inmiddels. Nee. U staat in volgens mij in de derde lijn van. Ik heb het niet meer voor de uitzending nog een keer nagekeken, maar de laatste keer dat ik keek had u volgens mij nog 2 plekken ertussen staan en bent u de derde in lijn. Nee, nou, er zouden 4 Kamerleden moeten vertrekken. Het CDA heeft landelijk 15 zetels gehaald. Ik stond op plek 20, dus er zitten 5 mensen tussen. Wopke Hoekstra is ondertussen vertrokken. Dat betekent dat er nog 4 mensen tussen mij staan. Mm-hmm. Waarvan een deel de vraag is of die hebben al aangegeven of niet terug te willen. Zou u bereid zijn om in de Kamer te weer gaan zitten de komende 4 jaar? Nee. 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 Dus ik... denk ik dat het niet in vraag is. Hè. Dus er is nog nooit dat er op een fractie van 14, want dat heeft het CDA landelijk, dat er 4 mensen vertrokken zijn. Dat is wel heel veel. En daarnaast, ik heb dat gehad. Ik heb nu, wat ik net vertelde, ik heb een jong gezin. Ik woon in Leiden, ik heb een mooie baan. Dus ik ben niet voornemens om naar de Kamer te vertrekken. Ja. Er komt daarmee ook een einde aan die droom. Want u was ooit voorzitter van de jongerenafdeling van het CDA. En carrière maken via de Leidse gemeenteraad naar Den Haag. Dat leek allemaal mooi. Dat heb ik ook gedaan. Hè? Ja? Ik herken het beeld wel wat u schetst. Nou, gek genoeg, ik had het daar met mijn vrouw Kirsten over. Die zei, volgens mij heb jij de tijd in Leiden, in de gemeentepolitiek, ben lang deelraadslid geweest, altijd leuker gevonden uiteindelijk dan mijn tijd in de Kamer. Dat komt omdat in de Kamer gaat het over veel grotere zaken, is het ook veel heigeriger, zeg ik daarbij. Terwijl het hier gaat, weet je, dan mocht ik jaarlijks, ik deed sport, ging naar de opening van Buitenbad de Vliet. Nou, dan had ik heerlijke gesprekken. Dus die lokale politiek, die staat zo dicht bij je en die staat zo dicht bij de mensen. Ik merk aan mezelf dat ik dat eigenlijk leuker vind. En het voelt helemaal niet als een degradatie of iets dergelijks. Dus ik zit hier goed op mijn plek, ik heb er zin in. En we gaan wat moois van Leiden maken de aankomende jaren. Nou, dan spreek ik u over 4 jaar weer. Dan als misschien nog steeds lijsttrekker of als fractievoorzitter, maar in ieder geval als Leidspoliticus aan deze tafel. Dank u wel, Julius Terpstra, voor deze terugblik en ook vooruitblik op de komende 4 jaar. Ik ben er morgenavond om 8 uur weer. Dan bij mij aan tafel Abdelhak Djemoumi van de Partij voor de Arbeid. Maandag, dinsdag en woensdag, dan kunt u naar de stembus gaan. En hopelijk help ik u een handje met het uitbrengen van een goede stem. Zometeen om 9:30, dan kunt u kijken naar het debat van de historische vereniging Oud-Leiden. Morgen ben ik weer om 8:00. Dank u wel voor het kijken.